In de Prinsenhof aan het Martinikerkhof wordt met mannenmacht gewerkt om de verbouwing van het pand af te ronden. Het voormalige RTV Noordgebouw stamt uit 1436 en bood in die tijd onderdak aan religieuze broeders. In de Prinsenhof worden nu een drankcafé, restaurant en een hotel gevestigd. Wat nu het drankcafé is, was vroeger onder andere een Vratenkerk. En hier hebben ook dus de studio's in gezeten van RTV Noord. En het is nu helemaal verbouwd tot drankcafé. En vanaf 3 september worden onze deuren geopend. Bij de verbouwing zijn de oude elementen van het pand weer in ere hersteld. Wij troffen hier allemaal voorzetwanden voor de oude bouwstijlen en materialen die hier al van oudsher zaten. En dat hebben we allemaal gestript en gesloopt. Een bijzonder gedeelte in het pand is de eeuwenoude kelder, die flink onder handen genomen werd. We staan hier in de toekomstige wijnkelder. En wat we hier gedaan hebben is, de wijnkelder bestond ook uit diverse hokjes, met heel veel wandjes opgebouwd. En dat hebben we allemaal gesloopt. En ook alweer om de togen weer helemaal terug te kunnen zien en de gewelven in zijn geheel. En dus een mooi groter aspect van krijgt. Ook de kozijnen zijn allemaal weer opengemaakt die erin zaten, zodat er ook weer daglicht binnenkomt. Naast vele kamers stelt het hotel 2 luxe suites. Doordat men rekening moest houden met verschillende monumentale elementen, heeft elk vertrek in het hotel een unieke ambiance gekregen. We hebben 5 kamertypes. We bevinden ons nu in een van de grootste kamers, dat is de suite. De architecten hebben rekening moeten houden met de grootte van de kamers, omdat het een monumentaal pand is. En daardoor is ook geen enkele kamer identiek en dat maakt het ook heel speciaal. De Prinsenhof opent aanstaande maandag 3 september haar deuren.